Hi en leuk dat je kijkt naar deze video waarin ik de winnaar bekend ga maken van de Witte Wonderweek. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor alle leuke inzendingen en reacties en berichtjes op deze eerste wedstrijd op mijn kanaal. Echt super leuk, dankjewel. En denk je nou, goh, ik heb het gemist of ik wil nog een wedstrijd? Laat even hieronder in de reacties weten. En wie weet komt er dan binnenkort nog een wedstrijd aan. Want ik vind het echt super leuk hoe fanatiek iedereen heeft meegedaan. En ja, dankjewel daarvoor. Dan ga ik nu eerst eventjes het pakket bekendmaken wat degene, de winnaar, wint. Want dus, ik had jullie beloofd dat er een XXL bloemschikpakket gewonnen kon worden. Dus ik dacht, het is wel leuk om aan jullie te laten zien wat de winnaar heeft gewonnen. Daarna komen er nog een paar leuke inzendingen die zijn gedaan. Er zijn er heel veel gedaan. Ik probeer zoveel mogelijk te laten zien, maar ik kan niet alles laten zien. Maar zit jouw foto er niet bij en denk je, goh, ik wil toch heel graag dat mijn foto openbaar komt, deel hem zelf, tag mij erin en dan ja, ga ik hem reposten. En daarna wordt de winnaar bekendgemaakt, dus spannend. Zoals ik heb verteld, zou echt van alles in het pakket zitten wat je kon winnen en dat is dus ook zo. Je kan er lekker mee aan de slag om te gaan bloemschikken, allerlei ondergronden, een snoeischaar, van alles. Dus daar ga ik mee beginnen. Als eerste wat natuurlijk niet mag ontbreken is Oase, dus dat zit er natuurlijk in. En ik heb verschillende soorten ondergronden, ook een mooi hart om op te maken. Voor kleine bloemstukjes. Dus dat zit erin. Dan zit deze mooie krans erbij in. Hier staat ook een video van online. Dus je kan hem natuurlijk op die manier opmaken. Maar ook op een, ja, op een manier wat je zelf graag wil. Dan zitten er natuurlijke pakketjes in. In het wit. En in het, ja, natuurlijke kleur. Met allerlei materiaaltjes die je kunt gebruiken voor het bloemschikken. Dan heb ik nog mooie waxrozen, daar zitten er 3 van in. En die kan je ook gewoon in bloemstukjes steken. Blijft buiten ook heel erg goed. Dan zit er een grote doos. Een heel mooi pakket in waar een moskrans in zit. Waar los mos in zit. En heel veel dennenappels, dat is leuk. Ook mooi natuurlijk. En dat blijft natuurlijk heel erg goed. Het frame komt al naar mij toe. Dan zit er een heel mooi bloemschikframe in. Waar je echt alle kanten mee op kunt. Daar kun je echt iets heel moois van maken. Ik vind dit soort frames echt altijd fantastisch. Dus dat zit erbij in. Daar kan je natuurlijk die waxrozen ook mooi in doen. Maar wat daar ook bij in zit, zijn deze flesjes. 5 stuks. Wat je natuurlijk ook in het frame kan verwerken. Of misschien denk ik wil het op de krans verwerken. Daar kun je natuurlijk jezelf je eigen draai aan geven. 5 stuks. Dan zit er een snoertje in met lampjes, met mooi warm licht. En dit vind ik dus leuk met de feestdagen, maar daarna is het natuurlijk ook gewoon heel erg leuk, want lampjes zijn altijd gezellig. Dan zit er een mooi ijzeren frame in, waar je een mooie krans op kan binden. En hier komt nog een video over online. Dus dan kan je wachten tot de video online komt, maar je kan natuurlijk ook alvast je eigen draai eraan geven. Dan heb ik nog een pakket met wat grover bloemschikmateriaal. Een hele mooie krans. Echt super mooi om wat mee te gaan doen. Een mooie snoeischaar. En dit is een speciale snoeischaar voor dikke takken. Daar hoef je niet zoveel kracht te zetten. Dus als je last hebt met je gauw last hebt van je handen, is het erg geschikt. Want je heft hem vaak en dan is de tak doormidden. En dan als laatste nog een pakket met houtschijfjes die een beetje in het grijs zijn. Dus echt, ja, een super mooi gevuld pakket wat de kant op komt van de winnaar. En dan komen nu de beelden van de inzendingen, een deel van de inzendingen. Dus heel veel plezier met kijken en dan zie je me zo terug. Thank you.
echt super leuk om de winnaar bekend te maken. En natuurlijk erg lastig om een winnaar te kiezen. Maar goed, ik heb met een aantal dingen heb ik rekening mee gehouden. Natuurlijk het thema Winterwonderland moest erin terugkomen. Als tweede is het echt een bloemstuk. En als derde past het in het mooie geheel. Past het mooi bij elkaar en is het mooi in verhouding. Ik kom eventjes tussendoor, want voordat ik de winnaar bekend ga maken, wil ik even twee mensen in het bijzonder een prijs toesturen. Deze twee bloemstukken zijn gemaakt door kinderen en hebben heel fanatiek meegedaan. En het is natuurlijk de toekomst. Dus deze twee verdienen apart een prijs. En dit komt naar jullie toe. Dus gefeliciteerd en dan ga ik nu de winnaar bekendmaken. En dan komt de winnaar hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Het pakket komt jouw kant op. Jij mag contact met ons opnemen. En dan zorgen we dat dit mooie bloemschikpakket jouw kant op komt. En dat je ermee aan de slag kunt gaan. Vond je dit nou leuk en denk je, goh, ik wil vaker een wedstrijd. Laat het me weten. En wie weet komt er dan binnenkort nog een keer eentje. Want wat is er leuker om in deze tijd gewoon lekker thuis te gaan bloemschikken. En door middel van mijn video's kun je dan toch op afstand toch een beetje bij elkaar zijn. En ja, dan hoop ik dat jullie daarvan hebben genoten. Feliciteer de winnaar hier eventjes onder in de reacties. En dan hoop ik dat jullie wel een leuke video vonden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en bedanken voor het fanatiek meedoen. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!